Het is 1946 als de Gereformeerde Kerken Nederland, GKN en zusterorganisatie CRC in Noord-Amerika een emigratieprogramma opzetten voor Nederlanders naar Canada. In Canada zijn volop werklieden nodig. Nederland ligt voor een deel in puin en de angst voor nieuw oorlogsgeweld brengt 150.000 Nederlanders ertoe om na de Tweede Wereldoorlog naar Canada te vertrekken om daar een nieuw bestaan op te bouwen, waaronder 400 Westlanders. Ja, die 190 gezinnen, huishoudens, ja, dat bevat namen zoals Kuivenhoven, Alblas, Van Dop, Vreugdeheel. Je komt het allemaal tegen en dat is wel heel leuk om te zien. Een groot aantal Westlanders komt in de provincie Ontario terecht. Amaryllis-tuinder Jan Prins uit Maasdijk en zijn vrouw Fabiola uit Naaldwijk vertrekken eind jaren 90 naar Ontario. Zij maken daar deze videoboodschap. Toen ga ik een nieuwe uitdaging en meer ruimte. En dan zit eigenlijk wel een heel goed ondernemersklimaat. Ik ben ervan overtuigd dat die emigratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit het Westland echt een boost heeft gegeven aan de versterking van de internationale positie van de glastuinbouw. En dat zie je ook door de bedrijven die daar zitten. Glastuinbouwbedrijf, maar je ziet het ook door de bedrijven vanuit Westland die daar naartoe zijn gegaan, zoals Royal Brinkman, Priva, Rijkswaan, die daar vestigingen hebben. Dus het heeft voor de glastuinbouw in Nederland echt een behoorlijke, en ook hier in Westland, een behoorlijke impuls gegeven. Het hele artikel over de emigratie van Westlanders naar Canada vind je op de website van het Genootschap Oud-Westland.